Ja, ik zie dat het de minister ook persoonlijk raakt en ik kan me dat ook voorstellen. Ik heb daar ook empathie mee en ik wil ook zeggen dat ik hem als mens gewoon graag mag. En dat het wat mij betreft ook helemaal niet een persoonlijke aanval is. Maar wel iets dat gaat over regels die zeer ingrijpend zijn voor 17 miljoen mensen. Laten we dat niet vergeten. Dus het gaat niet alleen maar in deze discussie over het beschermen van één specifieke groep, dat wordt soms gezegd, maar er zijn 17 miljoen kwetsbare mensen in Nederland. En sommige zijn bijvoorbeeld de ondernemers. Andere zijn de mensen die niet hun concerten kunnen geven. Weer andere mensen zijn de winkeliers die niet hun... Dus we hebben te maken gewoon met een belangenafweging. Een klassieke politieke belangenafweging. En ik heb de minister horen zeggen, tussen zijn geëmotioneerdheid door, met vuistslag op zijn spreekgestoelte, dat hij volledig achter de geldende regels staat. Als ik dat tenminste goed heb begrepen, dat hij daar echt volledig achter wil blijven staan. En als dat zo is, dan zou dat dus betekenen dat mensen die zich daar niet aan houden en wel knuffelen met hoogbejaarde schoonmoeders, terwijl kinderen die net corona hebben gehad aan zijn andere zijde staan, want dat is wat we hebben gezien, dat dat een onaanvaardbaar risico oplevert. Vindt hij dan inderdaad dat hij zijn eigen schoonmoeder in een onaanvaardbaar risicovolle situatie heeft gebracht? De minister. Ik begin ermee te zeggen dat situatie waarbij zij en ik gearmd staan, laten we het dan maar allemaal noemen als u dat zo graag wil, niet overeenkomstig de regels is. Punt. De suggestie dat er daar twee kinderen van mij aanwezig zouden zijn geweest die nog in een besmettingsfase van corona zaten, die is volledig onjuist. Dus laten we dat dan even heel duidelijk zeggen. En ik heb uitgelegd dat ik dat moment, om dat maar te noemen, en misschien ook nog wel een paar andere momenten, van tevoren bij al mijn berekeningen waar iedereen zou moeten lopen en zou moeten zitten, dit onderschat heb. En dat mag in ieder in Nederland, diezelfde 17 miljoen mensen die dat ook allemaal nu weten, mag mij dat zeker aanrekenen. Ja, heer Baudet. Dank u wel. Ja, dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Kijk, ik snap dat het regels zijn die zijn overtreden. En ik kan me een speech zoals deze heel goed voorstellen als ze gaan om door rood licht rijden, geen veiligheidsgordel omgehad hebben, je helm niet opgehad hebben bij het rijden op een scooter enzovoort. Dus dingen die in principe gewoon betrekking hebben op een persoonlijk risico of wat dan ook. Maar ik heb de minister juist horen zeggen dat hij gelooft, ik geloof dat niet, maar dat hij gelooft dat die huidige coronaregels echt nodig zijn in Nederland. Dat het echt noodzakelijk is, want blijkbaar lopen we anders met z'n allen een onaanvaardbaar risico. Dat moet de consequentie zijn daarvan. Blijkbaar gelooft hij dat als wij dat soort dingen gaan doen, dat wij met z'n allen een onaanvaardbaar risico lopen. Dus ik vraag niet naar de letter van de regel, maar naar de implicatie ervan. Vindt hij dan ook dat hij zelf, en samen met mevrouw Ankie Knol, die daar ook bij was, een onaanvaardbaar risico heeft genomen? Dat zal hij toch met ja moeten beantwoorden? Ik vind dat die regels echt nodig zijn. We hebben gezien dat de curve van besmettingen en alle andere curves van pardon, corona, dat die enorm omlaag is gegaan. Nadat de maatregelen echt goed geïmplementeerd waren en het hele land, door het hele land werkte. En u mag mij, en ik heb dus ook in die 6 maanden heel veel geluisterd naar de adviezen van het Outbreak Management Team en de rapporten en verslagen van het RIVM. En ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen zoals we die nemen en zoals we die periodiek als kabinet bijstellen, waarbij als we naar die COVID-wet toe zouden gaan, we de volgorde daarvan ook wat meer kunnen maken dat we ook eerst bij het parlement staan, maar dat dat echt heel goed is geweest voor de samenleving en dat het ons enorm veel maatschappelijke en economische en individuele schade heeft bespaard.
Nog even, want dat is ten eerste, ik bedoel, dat is een cum hoc ergo propter hoc drog redenering. Het is gebeurd en tegelijkertijd is er iets anders gebeurd, dus het een zal wel door het ander komen. Dat is totaal niet bewezen en ook niet bewijsbaar. Ook landen met veel minder maatregelen hebben vergelijkbare curves gezien. Dus op zichzelf is dit, ik ben daar helemaal niet mee eens. Maar nog één keer de vraag. Het gaat toch om risico? Het gaat toch om in het gevaar brengen van andere mensen? Vindt u dat u uw eigen familie, uw eigen schoonmoeder, in gevaar heeft gebracht? Ik heb u net al aangegeven dat de propositie die u heeft neergelegd feitelijk helemaal niet deugt. Nou, u heeft geïmpliceerd dat er twee kinderen naast stonden of zelfs maar aanwezig waren die nog corona besmettend. Nee, dat ze het onlangs hebben gehad. Nou, maar ook dat er allemaal andere mensen waren. Maar het hele punt is natuurlijk niet van de regels dat ze alleen gelden als er twee kinderen aanwezig zijn die net corona hebben gehad. Het punt van de regels is dat ze voor iedereen gelden. Ik ben tegen die regels, maar dat zijn uw regels. Dus ja, wat er gebeurd is op dat huwelijk zou u hebben gekwalificeerd als een onaanvaardbaar risico. Vindt u dan inderdaad dat u dus een onaanvaardbaar risico heeft genomen? Ik heb u net al twee keer gezegd wat het antwoord hierop is. En overigens, het is geen drogredenering als ik laat zien dat er maatregelen zijn. En die maatregelen die werken uit, die hebben effect. En dat kan iedereen die statistiekjes kan lezen zien. Dat de IC-opnamen weer naar beneden zijn gegaan. Dat de ziekenhuisopnamen naar beneden zijn gegaan. Zit daar toch op zijn minst een correlatie, zo niet gewoon een kausaal verband? Nee, vraag. Nee, dan heeft het drie keer gesteld, dan wordt het een herhaling. Dan ga ik naar de heer Wilders. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals ik al zei, het gaat mij er niet om dat het enkele feit dat de minister de regels heeft overtreden. We gunnen hem allemaal een prachtig huwelijk. Ik heb hem daar ook mee gefeliciteerd, maar het gaat nu om zijn gezag en om zijn geloofwaardigheid. En ja, hoe begrijpelijk en ook emotioneel ook begrijpelijk zijn verhaal ook is, ik kan toch niet anders dan eerlijk zeggen dat de minister zijn gezag kwijt is. En het gaat er niet om of hij het gezag heeft bij de BOA's, het gaat erom of wat hij heeft gedaan het gezag aantast bij heel veel mensen in Nederland. Mensen die hij toch de maat heeft genomen. Die hij asociaal heeft genoemd, aso's. Die hij op kinderfeestjes namens hem heeft verstoord. Die hij boetes heeft opgelegd van horecabedrijven tot burgers. En vaak ook echt, mijn mailbox, mevrouw de voorzitter, stroomt vol met mensen die zeggen, wij kregen niet eerst een waarschuwing. We hebben meteen een boete gekregen. Dus hoezeer ik uw persoonlijke verhaal ook begrijp, het punt is niet dat u de regels hebt overtreden. Nogmaals, dat zullen meerdere hier de afgelopen maanden hebben gedaan. Het punt is dat u hoog van de toren heeft geblazen en dat niet de BOA's, maar de mensen thuis echt niet meer geloven dat u de man bent die de komende maanden het coronabeleid vorm kan geven. Nog los van of wij als PVV het er mee eens zijn of niet. Dus ziet u in dat u voor het belangrijke beleidsterrein waar u minister bent, op het terrein van corona, dat u daar het gezag voor de mensen thuis kwijt bent en dat u daar een antwoord op moet vinden. Niet bij de BOA-vereniging, maar bij de mensen thuis. Dat bent u kwijt, hoe vervelend dat ook klinkt. De minister. Voorzitter, nee. Ik heb gezegd, en dat valt niet te logenen, dat een deuk heeft opgelopen. Maar ik heb ook gezegd dat gezag uiteindelijk uit meer delen bestaat. En dat het weer helemaal uitgedeukt krijgen, dat betekent inderdaad dat je ook naar de mensen toe je verder zult moeten verantwoorden. Maar daarbij wel, dat zeg ik heel duidelijk, het coronabeleid, de daarop gebaseerde maatregelen, die staan voor mij. En die moeten ook wat mij betreft losstaan van het feit dat ik misschien bij een aantal mensen een geloofwaardigheidsprobleem heb.
meer wilt. Yes. Mevrouw de voorzitter, dat kan dus niet. Dat is juist het probleem. De minister weet dat vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Het gaat te paard. Het gaat veel sneller weg dan dat het terugkomt. En we zitten nu in Nederland, of we het nou leuk vinden of niet. En nogmaals, wat mij betreft hebben we een veel minder groot coronaprobleem dan het kabinet misschien denkt. Maar we zitten nu in een tijd waar een hele hoop moet gebeuren in Nederland, ook als het gaat om corona en ook als het gaat om justitie. En u zult dat niet kunnen doen. U zult die portefeuille in ieder geval niet kunnen doen, omdat het niet zo werkt wat u zegt van ja, ik vind Vert Grapperhaus, ik heb een fout gemaakt, ik heb excuses aangeboden. Ik heb mensen beledigd, ASO's genoemd. Maar ik vind nu, want ik heb met de BOA's gesproken, dat ik daaraan moet werken en dat ik moet blijven praten. Maar heeft u er ooit aan gedacht, meneer de minister, dat Nederland zich zo'n minister nu niet kan permitteren? Wij kunnen ons geen minister van Justitie permitteren die iedere dag, iedere week en iedere maand opnieuw het vertrouwen moet terugwinnen van de burgers. Die luxe heeft het Koninkrijk der Nederlanden nu niet. Dus misschien is het in uw belang, uw persoonlijke belang, wat ik nog begrijp ook, uw persoonlijke belang om door te gaan en het vertrouwen terug te winnen. Maar Nederland kan zich geen minister veroorloven die maanden bezig is niet met beleid, niet met boeven vangen, niet met corona, niet met niks, maar die bezig is met het terugwinnen van vertrouwen. Dat kunt u ons land toch niet aandoen. Voorzitter, ik ben ook tijdens corona en ook nu en ook vandaag ook bezig met de vele andere onderwerpen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. En dat blijf ik ook doen. En het is zelfs zo geweest dat mijn taken in het kader van corona heb ik altijd beschouwd als een takenpakket wat bovenop kwam datgene wat inderdaad voor minister van Justitie en Veiligheid als pakket geldt. Laat dat duidelijk zijn. Verder, ik vind dat ik dat vertrouwen nog steeds heb, respectievelijk kan krijgen. En ik vind dat het belangrijkste daarvoor ook is dat je, dat doe ik met allereerste partijen die vooraan in de frontlinie staan, want dat zijn de BOA's en de politiemensen die het moeten uitvoeren, het gesprek hebt gevoerd en dat zij ook heel duidelijk zeggen, wij gaan daar mee verder. En die gesprekken ben ik begonnen en daarvan zegt men, daar gaan wij ook mee door. Meneer Wilders. Voorzitter, tenslotte dan, precies wat u zegt is het punt wat ik juist maak. U zegt, ik vind dat ik het vertrouwen heb, ja. Weet u, ik vind ook dat ik heel wat heb, maar dat is niet allemaal waar. U zegt, ik vind dat ik het vertrouwen heb, maar het gaat erom dat de mensen in u vertrouwen hebben. En u zegt, ik vind dat ik het kan krijgen. En dan zegt u, en de minister weet, mevrouw de voorzitter, dat ik geen hekel aan hem heb, niet bepaald. We zien elkaar ook vaker in ander verband, als het gaat om beveiliging en dergelijke. Dus ik heb ook wel zeker respect voor de minister. Maar op dit punt, mevrouw de voorzitter, op dit punt moet ik toch constateren dat hij zijn eigen belang boven het landsbelang stelt. Want het landsbelang vergt een minister die niet iedere dag, week en maand moet vechten om het vertrouwen terug te winnen. We hebben een minister van Justitie nodig die als een soort, ja, die er staat, beleid kan maken en gezag heeft. Die gezag heeft. En ik was het vaak met u oneens. Maar u had wel het gezag dat u er stond en dat u een mening had. Niet mijn mening, maar u had het gezag. En dat bent u nou kwijt. En ik vind dat heel vervelend, maar dat bent u nou kwijt. En ben het alsjeblieft, denk daar eens over na. Denk daar alsjeblieft eens over na dat u wel kan vinden dat u gezag heeft, maar dat het echt iets anders is dan dat u het heeft. Voorzitter, de heer Wilders, die ik inderdaad ook uit andere hoofden goed ken, dus laat dat inderdaad heel duidelijk zijn, dat staat dan ook los van deze discussie, die raakt aan iets wat juist is. Ik heb natuurlijk de afgelopen dagen die vraag aan mijzelf gesteld. Omdat ik wel vond, ben ik inderdaad de minister die dit nu op de best mogelijke manier kan voortzetten. Het ingewikkelde is dat natuurlijk een vraag is die je uiteindelijk niet zelf kunt beoordelen. Dat is aan anderen. Maar je kunt wel een overtuiging hebben. En ik sta voor niet alleen dit ministerie,
ik sta niet alleen voor de aanpak van de grote problemen waar we in justitie en veiligheid mee te maken hebben, variërend van het contra-terrorisme tot en met de problematiek rondom verwarde personen op straat. Dat zijn grote problematieken die ik ook moet aanpakken, waar ik in ingewerkt ben en die moet ik blijven aanpakken. En dat is voor mij ook een afweging. Dan komt nog steeds natuurlijk het punt waar de heer Baudet net op kwam. En staat u nog achter de coronamaatregelen? En dan zeg ik ja, dat heb ik bewezen gezien, dat dat echt die maatregelen die de deskundigen ons hebben aangeraden en die uw Kamer ook telkens, ik geef toe in debatten achteraf, maar toch ook heeft gesanctioneerd, dat ons dat enorm veel verder heeft geholpen. En ik ga niet zo onbeleefd zijn om te kijken over grenzen, maar ik vind echt dat wij door de deskundigen en door de mensen in de zorg die het in die urgente periode allemaal hebben moeten oppakken, dat we echt heel erg ver verder zijn gekomen. Ik sta erachter en ik vind dat ik ook degene ben die dat op een goede manier kan verder brengen. En dat ik aan de mensen in het land, daarom zei ik ook, ik moet ook voor de BOA's en de politieagenten zelf en misschien ook de mensen zelf gaan staan, nog zeker het een en ander uit te leggen over hoe kon je nou dat zo niet goed inschatten bij zo'n bruiloft. Dat begrijp ik, maar ik, en daar zal ik ook nog steeds die fout hardop moeten uitspreken en wat iets meer zei. Maar ik sta wel achter dat ik degene ben die dit goed kan doen. En uiteindelijk is dat oordeel niet aan mij, maar dat is duidelijk.